We zijn vandaag in het mooie Hannover en in deze stad heb ik 3 Sigma lenzen meegenomen. Namelijk een 16 mm, een 30 mm en een 56 mm. Het gaat dus om 3 Sigma APS-C lenzen voor de Nikon Z-mount. En ik heb speciaal daarvoor de Nikon Z30 meegenomen om die 3 lenzen een beetje uit te gaan proberen. In deze review gaan we kijken wat de verschillen zijn, maar ook vooral hoe ze elkaar kunnen versterken. En ze hebben allemaal een diafragma van 1.4, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Let's go! Als we naar het uiterlijk kijken van de lens dan, of lenzen trio eigenlijk, dan vallen er meerdere dingen op. Ten eerste is dat hij heel lekker simplistisch is. Hij is heel erg klein ook vooral alle 3 en tegelijkertijd heel erg robuust. Maar ze zijn ook vooral lekker licht in het gewicht en dat is ook wel heel erg fijn om mee te nemen. Ja, het grappige is eigenlijk dat alle 3 de lenzen zo klein zijn dat de mount eigenlijk een soort van uitsteekt. Dus je ziet, ja, Nikon heeft natuurlijk ook een hele grote mount, de Z-mount. En je ziet dat de mount eigenlijk groter is dan de lens zelf. Je merkt er natuurlijk helemaal niks van in de beeldkwaliteit of wat dan ook, maar ja, het ziet er wel geinig uit. De lens zelf is ook heel minimalistisch eigenlijk. Er zitten geen knoppen op, geen autofocus, manual focus, switch of wat dan ook. Ja, dat kan voor sommige mensen misschien een nadeeltje zijn. Ik vind het een voordeeltje, want het maakt het weer wat lichter. En ja, alle dingen die je kan aanpassen normaal in de lens, kun je gewoon ook lekker in je camera aanpassen. En even om precies te zijn, die 56 mm lens is ongeveer 59 mm lang en 280 gram zwaar, of licht eigenlijk moet ik zeggen. De 30 mm lens is 65 mm lang en 265 gram, wat ook gigantisch licht is. En deze hier, de 16 mm lens, die is 92 mm lang en 405 gram. Ja, en een kleine mooie fun fact, alle 3 de lenzen bij elkaar is nog niet eens 1 kilo zwaar. Dus wat dat betreft kun je ze alle 3 tegelijk meenemen en dan heb je toch niet zware gear bij je. Ja, de brandpuntafstanden van alle 3 de lenzen die verschillen natuurlijk, maar de diafragmagetal is wel identiek, namelijk f1.4. En dat zorgt voor lekker mooie bokeh, maar ook dat je superveel licht in de lens kan binnenlaten. Alle 3 de lenzen die hebben 9 diafragmabladen en dat betekent dat de bolletjes, de bokehbolletjes eigenlijk best wel lekker rond zijn. En over het algemeen is het hoe meer diafragmabladen, hoe ronder de bokehbollen zijn. De autofocus van alle 3 de lenzen zijn hartstikke snel en betrouwbaar. Het ligt natuurlijk wel een klein beetje aan de camera zelf hoe goed de autofocus is, maar met deze Nikon Z30 werkt het hartstikke prima. Ja, ik heb een aantal foto's en video's ook al geschoten met deze, met alle 3 de lenzen eigenlijk. En wat me eigenlijk opvalt is dat de beeldkwaliteit, ja, de beelden die eruit komen is gewoon super scherp. En dat is heel erg netjes. Alle 3 de lenzen zitten ook in de contemporary line van Sigma en die zijn ook bekend om hele mooie beeldkwaliteit tegen toch wel een zacht prijsje. Dus nou, weet je wat? Kijk zelf maar even. Je mag een klein beetje meer richting de linker trapleuning. En dan mag je doen alsof je naar boven loopt. Oh, die rimlight is vet, hè? Ja, mooi. Vet. Oeh, ik pak hem ook nog horizontaal trouwens. Kan je het nog eens doen? Ja, thanks. Die je net had met dat lampje ook ernaast, zo mooi. Een beetje bijna relief achter de rimlijntje. Ja. Alright, we zijn net even binnen geweest en hebben een aantal toffe foto's gemaakt, denk ik zo. Ik heb eigenlijk alle 3 de lenzen wel gebruikt. De 16 mm, de 30 mm en de 56 mm. Ja, zoals ik eerder zei, zijn het dus APS-C lenzen en dat betekent dus dat ze een crop hebben. En eigenlijk een full frame equivalent van deze 3 lenzen is 24, 50 en 85 mm. Komt een klein beetje overeen met de 24-70 ongeveer qua range wat je hebt. Want je begint met die 24 en eigenlijk ja, eindig je bij 85. En eigenlijk is dat een hele mooie diverse line-up. Dus wat dat betreft ja, complimenteren ze elkaar wel heel erg erin. En dat is wel voor deze 3 lenzen heel erg netjes. Mocht jij nou alles weten over APS-C en full frame en snap je er nou helemaal niks van, check dan snel zo kort en krachtig hierboven over de beeldsensor. De Sigma 16, 30 en 56 DC-DN lenzen voor APS-C. Ik vind het persoonlijk hartstikke leuke lenzen en ik ben blij dat ze dan ook voor de Nikon Z-mount beschikbaar zijn. Ze hebben een hele goede bouwkwaliteit, ze zijn lekker licht en compact waardoor je ze overal mee naartoe kan nemen. Zeker de beeldkwaliteit van deze lenzenset en de snelle 1.4 diafragma
maakt het ervoor dat deze lenzen eigenlijk hartstikke fijn zijn om te gebruiken. Ja, wat mij betreft zijn het ook hele complete lenzen en ook een heel compleet lenzenset. En is het eigenlijk ook wel een aanrader voor iedereen die met een Nikon Z-mount schiet in APS-C formaat. Ben jij nou toe aan nog meer zoombereik, dan hebben wij laatst ook een review gemaakt van de Sigma 60 tot 600mm. Die video kan je hier checken en daar gingen JP en Bart naar de Amsterdamse Watingleidenduinen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en tot de volgende. Laters.